Yes. Thank you. Nice evening. Thank you very much. Bye. 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 Zo. De prinsesmeubel, u heeft net de film gezien. Ja. Hoe ze vrij uitgebreid met de Karel de Pomp gesproken. Wat was haar belang voor de tribunaal? Ze heeft een cruciale rol gespeeld in de afgelopen 8 jaar. Ze heeft zo ongelooflijk veel oorlogsmisdadigers naar de rechtbank gebracht. Ze heeft zo ongelooflijk veel voor de echt tienduizenden, misschien zelfs honderdduizenden slachtoffers in de voormalige Joegoslavië gedaan. Zonder haar was dit niet het succes geworden wat het nu is. Haar voorgangers hebben ook een belangrijke rol gespeeld, maar ze heeft echt heel veel gedaan. Maar zoals ze zelf zegt, de taak is nog niet af. Het tribunaal gaat nog 3 jaar door. En in die 3 jaar moeten de zes verdachten die nog steeds vrij rondlopen, waaronder de 2 hele beroemde Karadzic en Mladic, moeten opgepakt worden en er moet recht gedaan worden. Een opvolger van haar krijgt die een zware taak? Absoluut. Alhoewel, ik denk dat aan de ene kant, als hij probeert in haar voetsporen te treden, wat niet makkelijk zal zijn, maar als hij de lijn die ze heeft uitgezet probeert te volgen, dan is het in ieder geval, hoeft hij niet vanaf het begin te starten. Maar ze is een niet hele grote vrouw, maar ze laat wel hele stevige voetstappen achter. En dat zal dus niet makkelijk zijn om haar op te volgen. De film, geeft het een goed beeld? Ja, vind ik wel. Het is... Ik werk dus voor het Open Society Institute. Wij doen veel om te proberen internationaal recht te bevorderen. En we werken nauw samen met het tribunaal. En ik vind dat je goed ziet de enorme politieke complexiteit waar zij iedere dag mee te maken heeft. Om te proberen dat oorlogsmisdadigers gearresteerd worden. Dat er recht wordt gedaan. Dat er duidelijk wordt wat er gebeurd is in de Balkan 10 jaar geleden. En ik vind dat die film daar zeker een vrij goed beeld van geeft. Het geeft aan dat de problemen ook nog steeds doorgaan. We hadden het er net even over dat de grote vraag van, ondanks Mladic nog steeds niet in Den Haag is, mag Servië straks toch dichter bij de Europese Unie komen? En dat is iets wat waarschijnlijk in de komende 6 tot 8 weken besloten gaat worden. Mijn persoonlijke mening is, we hebben als Europese Unie voortdurend gezegd, zolang Mladic niet in Den Haag is, komt er dat fameuze dat heet dan in het Engels een Stabilization and Association Agreement, komt er niet. En ik vind dus dat we ons daarbij moeten houden. En ik ben heel blij dat de Nederlandse regering er een hele principiële standpunt in heeft genomen. En ik zou willen dat er wat andere Europese regeringen net zo principieel zouden zijn.